Er komen nu twee heel belangrijke wedstrijden aan. Als we die goed afsluiten, dan staan we zomaar weer bij de middenmoot waar we moeten staan. De knop moet snel weer om naar de 3-3 tegen PSV. Want komende zondag wacht de eerste van de twee laatste wedstrijden van 2018. Dan gaat FC Groningen op bezoek bij nummer 11 Excelsior. Een nieuwe wedstrijd, moeilijke tegenstander. Maar als we het met elkaar doen, kunnen we tegen elke tegenstander een resultaat halen. Ja, maar dat weten we ook wel. We hebben ook gewoon hele goede spelers. En dat er misschien altijd niet altijd uitkomt, ja, dan moeten we onszelf goed te raden gaan hoe dat kan. Door beelden te kijken en toch maar weer onze speelwijze te verbeteren. En daar zijn we de laatste weken druk mee bezig. Veel 11 tegen 11 getraind met tactische dingen. En dan zie je de eerste helft zie je eigenlijk vrij weinig van terug, omdat we gewoon onmachtig waren. Maar de laatste week zie je toch wel volgens mij 8 punten uit de laatste 5 wedstrijden. En dat is toch netjes als je PSV en Feyenoord daar binnen hebt zitten. En Vitesse trouwens, dat ook gewoon een prima team is. En dan moeten we nu dat voorbeduren. Zoals Mike dan ook al zei, we hebben een stijgerlijn te pakken. Ik denk dat de gifbeker wel leeg is nu. Dus ik hoop het. Jullie hebben het vertrouwen nu, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is sowieso. En goed, ik denk dat het team wel redelijk goed staat. En dat wij in ieder geval met veel vertrouwen naar Excelsior toe kunnen verder. Je zegt al Excelsior, moeilijke tegenstander. Waarom is ook Excelsior weer een moeilijke tegenstander? Ja, houden de ruimtes klein, spelen heel goed op de omschakeling. Fanatiek elftal, hecht team, iedereen werkt voor elkaar. Dus dat zullen we minimaal hetzelfde moeten tegenoverstellen. En zullen we heel efficiënt met de kansen moeten gaan, zoals PV deed bij ons de eerste helft. En wij hebben gedaan de tweede helft hier.